Hey, Maxi. Goedemiddag, Maxi. Moet jij ook wat zeggen? Hé? Oh ja, moet jij ook wat zeggen? Hé? Nou, goedemiddag, lieve vrienden. Het is op die klok daar 2:30. Hier is het 13:36. En ik zeg een hele goede donderdag. Het is de 8e is het. Vandaag alweer 8 maart. En hier is hij dan, hè? De gevreesde. Nou ja, gevreesde. De stemlijst dat je kunt kiezen. De stembiljet hadden we al, maar die hadden we nog niet. Dus ja, op wie moet je kiezen? Nou, vandaag daarnet. Door de brievenbus. Dus ja, maar ik zeg. Hartelijk welkom bij alweer een nieuwe vlog. Ja, ja. Dat we gaan er vandaag weer voor. Ik had het bel laat, want mijn hoofd die wil niet. Die tol, lijkt wel een tolletje. Ja, gaat goed. Maar niet heus. Maar het maakt niet uit. Ik heb een bakje koffie en ik heb even een broodje, want ik was flauw. Ik moet even wat eten hebben. En dus, de huishoudelijke hulp komt niet. Reden weet ik, maar ga ik niet vertellen. Dus, maar dat komt allemaal goed. Ja. Dus lieve vrienden, tot later. En geniet van deze vlog. Ja, dat is dus mijn Pokémon. Ik ga nu vandoor. Helaas kan ik jullie niet vastbinden op mijn scootmobiel, want... etcetera, dus jullie in de tas. Zo is dat. Tot straks. Zo, en dan zijn we er weer bij. Ja, ja. De heenweg kon niet, maar de terugweg kan wel. Want ik heb weer een nieuwe poot. En jullie zitten weer vast. Ik ga mijn handschoenen even aandoen. Want het is niet bepaald warm, het waait hard, bah, niks aan, echt niet. Nou, maar hopen dat je niet te mij hebt. We merken het wel. Dan breng ik dit even naar de auto. En dan loop ik zo lang, want dan loop ik naar de auto. Zo, nou, dan gaan we maar weer. Eerst eens eventjes kijken. Oh, we krijgen regen. Ook dat nog. En dan moet ik jullie eraf halen. Als dat zo is. Nou, 1, 2, 3, hopla. Dan gaan we. Oh, jullie klepperen. Hola. Jullie klepperen. Dat moet maar niet. Zo beter, hoop ik. Auw. Ik doe het zakken om. Even weer rechts. Zo. Nou. Dan doen we het zo. Ja, dat komt inderdaad donker weer aan. En het waait. Oh. Ja, ja. Lijkt het fietspad maar op. Dan willen we daar ook vanaf. Zo, nou, en
Want ja, dit is geen asfalt, maar ook de klinkers. Maar ja, de CoPro is ook besteld, dus dat duurt het een paar weken. En dan heb ik die weer en dan hoop ik dat het weer beter mag gaan. Ja, ja. Alleen nog, ja, dan kan ik niet meer praten. Nu wel. En dus ja, en dan horen jullie me niet. Dan zetten we weer gezellig een muziekje eronder. Toch? Of niet dan? Mensen zullen wel denken, die vrouw die lult in zichzelf. Ja, ik wel. Maar tegen jullie. Haha. Oh. En ik heb zin in koffie. Maar ik... Oh nee, ik kan al niet naar huis. Nee, ik moet nog even naar de winkel. Naar de supermarkt. Waar zullen we naartoe gaan? Maar even naar de Deka. Ja. Daar doen we. Naar de Deka-markt. Nou moet ik even langzamer. Die kant op. Ja, ik kan ook naar de Albert Heijn. Ik kan ook nog. Nee, die verkoopt het niet wat ik me wil. Dus ik heb twee winkels die dat hebben. En dat is de Voma en dat is de Deka. Ja. Maar ik ben wel weer blij als we er weer zijn. Ja. Dit is toch maar niks hoor. De temperatuur is aan mij nog veel te laag. Ik heb mijn handschoenen aan. Gisteren had ik ze uit, toen kon ik ze uit hebben en nu heb ik ze aan. Ja, het is echt heel koud hier. Ja, jullie bij in het binnenland zo warmer, weet je denk. Daar is het toch altijd veel warmer dan hier. Ja, zomers kan het hier ook al heet zijn hoor. Enkel je hebt wel 9 van de 10 keer altijd wat wind. Maar ja, het is gezond hier. Ja, en hier heb je ook Albert Heijn van de heer Boonstra, die beheert het hier. En dan krijg je een gevaarlijke rotonde. Vroeger was hier verkeerslichten, nou ze mogen dat van mij wel weer terugzetten. Het is hier de gevaarlijkste kruispunt en dan hebben we er verderop nog eentje, rechtsaf is dat. Die is ook de gevaarlijkste, we hebben hier twee gevaarlijke punten. Dank u. Dit zijn tenminste twee lieve chauffeurs. Hopla. Oh, het is koud. Maar ja, die is te koop, dat huis.
ga door de Kroonpassage heen. Ben ik even binnen. Even er doorheen. Snij ik een stukje af ook gelijk. Ja, ja. Even een stukje afsnijden. Ik ga hier erop. Neem niet eens een fietspad. Nee. En dan gaan we zo meteen hier langs. Kan dat? Kan ik daar overheen bonken? Ja, kijk eens aan. Hopla. Ik denk dat wordt eventjes kaboem, kaboem, kaboem. Want dat zijn allemaal kleine keitjes. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Hola. Hola. Waait er daar dat stuk. Ja, het komt regen aan, hè? Dus ja, ik denk dat ik jullie zo moet opruimen. Maar ja. Maar ja, we zullen het beleven. We zullen het beleven. Ik hoop toch eigenlijk dat het droog blijft. Ik heb er helemaal geen zin in om nat te worden. Nou, ik ga... Het is nog steeds droog. Zo. Nou, aankachelen maar. En dan gaan we hier al in, rechtsaf. Ik krijg winkel een hoop gehobbel en bobbel, want ik vlieg aan. Hier even weer zachtjes. Zo. Wat ik aan kan jakkeren, doen we. Dat was water, ik wil niet... Ja, eventjes hier naartoe. En dan gaan we hier de stoep weer op. En dan doe ik jullie bij de deken gewoon uit en in. Oeh, er staat een deur open. Oei, oei, oei. Ik ga net langs, zo. Nou. Bij de deken. Nou, ik stop even. Dan doe ik jullie uit. En toen waren we weer thuis. En het regent. En mijn hondje wilde naar binnen. Dus ja, gelijk naar binnen. Ja, het regent knap. Of vind ik het zelf.
Ja, wat dat betreft ben ik dus blij dat ik jullie van de booster af heb gehaald bij de Dekamarkt. Ja, dat, ik ben al met koffie bezig. Lekker. En ik zal zometeen de bol even opruimen. En natuurlijk laat ik jullie straks even zien wat we hebben gehaald. Jullie waren ook mee in de winkel van Action. Maar ik had jullie niet aan daar. Nee, dat was pas op de terugweg. Want bij de kassa hebben ze de verpakking even voor mij losgemaakt van deze statief. En met deze statief kon ik jullie weer vastbinden op de booster. Dat heb ik dus nog in de winkel allemaal gedaan. En toen konden we weer terug richting huis. En alleen nog, ja, even bij de deken nog geweest. Maar het ging regenen, dus daarom heb ik jullie uit moeten doen. Ja, zolang ik nog geen GoPro heb, moeten we toch eventjes op een andere manier het gaan doen. Toch? Nou, tot straks. Ik ga even genieten van een bakje koffie. Kijk ook alleen, met mijn diertjes. Tot ziens. Hey, meisje. Prinsesje. Ja, jij bent ook. Jij bent mijn prins, hè? Ja, jij bent mijn prins. Ja, je bent nat, je bent vies. Ja. Van buiten, even de regen. Ja, ik krijg zo'n koekje. Ja, lieve vrienden, ik zou jullie dus de boel laten zien. Nou, die is dus al leeg. Die zit nou, die heb ik nou in mijn hand. Ja, dus die kan weg. Dit is een reserve. Komt dat zo meteen. Dit is deco zand. Wat ben ik daarmee verplant? Denk je dan? Ja, die spiegels. Ik denk, hey. Een beetje lijm langs de rand, wat zand er langs. Weer wat lijm verder, weer wat zand er langs. Dus dat gaan we uitproberen. Dan heb ik hier, ja, wat is dat? Allerlei dingetjes zitten wel gaatjes in om het aan elkaar vast te maken. Maar dat is niet nodig, ik gebruik lijm. Ja, gewoon ook leuk versieren. Dan heb ik hier kettingen. Ik denk, hey, leuk om ook langs een rand te doen. In plaats van steentjes. He, dat je daar nog een pas. En dan heb ik er twee van gekocht. Kan ik een vierkante doen en een ronde doen. En dan weer van die plakkraaltjes. Verschillende kleurtjes. Steentjes zijn het eigenlijk. Ik denk, nou, ook wel leuk. Nou, dat had ik ook nodig. Printpapier bij een op. Ik weet dat er in de kast nog ergens moet wezen, maar dan moet ik weer even goed zoeken. Daar heb ik nou geen zin in. Ik denk dat wat extra hebben is dus geen ramp. Nee, dat heet toch altijd wel nodig, printpapier. Nou, voor strakjes vleesje. Voor strakjes soepie. Nou, ik heb nog een hele lieve dochter, maar die haar naam, ja, die maak ik 1, 2, 3 niet bekend. Als jullie goed hebben opgelet, zien jullie dat wel bij een tattoo. Die ik ook op mijn borst heb. Maar 1, 2, 3 maak ik die naam niet bekend. Nee, dat wil ik zelf niet. Die, zeg maar, die is ja, verstandelijk gehandicapt. Dan heb ik kaas. Tenminste, verstandelijk gehandicapt. Ja, goed. Hoe moet ik dat nou zeggen? Ze is autistisch. Ja. Nou, Kasi. Had ik die al gezegd? Die is vanmorgen voor Astrid. Voor mij, wijntje en chippie. Lekker. Dus ja, meer had ik vandaag niet nodig. Deze week niet. Morgen, ik weet nog niet wat we gaan eten. Ja, ze wil geen boerenkool. Dus ze niet. Kruidjes heb ik. Ik heb nog aangebroken 2 pakken andijvie. Nou, die kruidjes. Die kan ik gewoon zo koken. Nou, dan kunnen we dat eten. Boerenkool wil ze niet. Dat doe ik dan maar eens een keer met iemand anders. Nou, vleesje. Wat hebben we hier? Dan haal ik die er zo voor stuit. Wat is dat? Dat ligt daaronder. Kijk, dat is lekker. Boerencarbonade, die haal ik eruit. Zo, ik kan die ontdooien. Spruiten hoeven nog niet, dat kan ik morgenochtend doen.
En daar doe ik dan weer een sippeltje door. Daar doe ik weer spekjes door. Hier heb ik spekjes. Ik heb nog paprika. Doe ik wat paprika door. Groen en rood. Nee, geel en rood bedoel ik. Groen niet, want de spruiten zijn nog groen. Dus dat komt wel goed. Ja, ja. Oh, je wacht even dat je die kan gelijk opruimen. Ja, de wijn kan opgeruimd worden. Zo, want ik kan mij nog een heel klein beetje rooien. Nou, dat is niet veel meer. Mona. Ik ken ook in de koelkast. Die zitten we daar even neer. Zo. Ja, dat hoeft dus niet. Ja, de kaas moet nog in de koelkast. Zeg dat dan. Van jullie even vergeet wat. En ik ben dus nog niet aan toe geweest om de zolder op te gaan. Voor die tak. Want ik moet andere kerstverlichting daarin zien te vinden. Ja, ik vind dit niet leuk. Nee. En dus, wat komt ook goed. Ja, nou. Dan ga ik morgen of straks of vanavond die kaarten verschrijven. En dan neemt Astrid er weer voor me mee. En dan moet ze hem, wordt die maandag geleegd, dat brievenbus. Moet ze hem dinsdag of woensdag weer uiterlijk binnen hebben. Simpel. Ja. Dus, nou ja, ik eet dit en misschien doe ik er nog wat groenten bij. Ik heb genoeg aan twee worstjes, dus nooit een broodje en een kipjesoep en twee worstjes in een broodje. Ja, lekker. Kan ook. Simpel zat. Dus ja. Lieve vrienden, tot straks. Doei doei. Ja, ik ben weer bezig met mijn eetjes even klaar te maken. Dus ja. Even kijken of dat wil. Gewoon een beetje soep, vleesje en klaar. Zo even de vader als dit. Misschien neem ik er een broodje bij, dat weet ik nog niet. Nee, ik heb even dit nodig, het vlees omdraaien. Zo. Ik zal het jullie laten zien. Blijf leggen. Zo. Nou, het ziet er lekker uit. Ja, vind ik geweldig. Simpel. Ja. Nou, weer even neerzetten. Kijk of dat wel maar wil. Ja, maar niet zoals ik wil. Niet vallen. Pas op. Zo, nou een blikje kippensoep. Pannetje. Zo. Even daarin zetten. En dat wil niet open. Ja, dat is. Zo. Nou, er zit. Nee, er zit niks mee. Mooi. Dat wil ik draaien. Zo dan. Ik niet. Die vind ik ook lager. Ik weet niet of ik. Het in de super zal doen, gooien een worstje of dat ik ze allebei opeten, ik weet het nog niet. Nou, dat kan weer wat hoger. Oh, niet hè. Zo. Even, nou, een houten lepel. Even roeren. En dan moet ik de soep kom hebben. Gewoon een soepkommetje. Daar past het net in. Een dutje. Ja. De deel klaar. Zo. Nou hoor. Ja, ik doe ze wel in die soep aan. Want ik ben binnen beter gaar. En die is te laag. Zo dan.
Een bakje met Bessel. Bessel en Troma mogen niet spatteren. Nou, wat doen ze? Godse dikkie. Spattert aan alle kanten hoor, maar over de goeie. Zo. En jullie dat ook even de worstjes plat maken, dat alles goed bruin wordt. Doe ik altijd even met die spatels, even te plat drukken, of niet te plat. Ja, ik kan het laten zien als je wil. Ze blijven wel rond hoor. Dus ze worden eventjes in de lengte richting wat plat. Anders staan ze zo krom, hè, met een bochtje. En dan wordt niet alles lekker bruin. En dat doe ik dus dan wel. Kom op, even op je rug leggen. Oh, wat zijn we eigenwijs. Dat zeg ik. We zijn zo eigenwijs en wat. Nou, doen we het zo. Nou, wil die wel. Pannetjes kruis. Oh, het ruikt zo lekker. Ja, het ruikt heerlijk. En mijn hondje heeft al eten gehad en die heeft zomaar weer een keer gegeten. Gisteren. Ja, zomaar gegeten. Nou, jij weer even. Omdraaien. Goed zo. Nou, dat zal er even afhalen. Grootsteen is groot en schoon. Die was straks al weer toe. Ik doe ze toch niet toe van. Vind ik zelf lekkerder. Nee, wie ben ik? Zo. Dekseltje er weer op de koekenpan. Kan die daar staan? Nou, dan haal ik die daar naartoe. Kan die weer uit. Zo. En dan gaan we eerst soepje zo meteen eten. Jullie kunnen lekker even pruttelen. Dan ga ik eerst naar de soep. Broodje erbij. Ja. Ja, die heb ik altijd in de magnetron. Broodje. Nou, koffie erbij. Water opzetten. Koffie in mijn koffie. Het moet allemaal even gedaan worden, toch? Ja. Oh, wou jij ook, schat? Doe maar op, ga maar water drinken. Dat is jouw koffie, hè? Ja. Nee, vlees met op tafel. Zo, wijntje erbij. Dat is mijn glaasje. Nou, we hadden nog een beetje rode wijn, dus daar doe ik dat in. Zo. Mijn soep, dat wordt heet. Ja, dat zeg ik. Zo. Nou, dat is het laatste. Het is niet eens de glas vol. Ah. Kijk, proost. Ja, lekker. Zo, nou de soep is heet. Nee, uit. Zo. Pannetjes leeg. Ik heb water op. En de koffie gelijk klaar. En dan hebben we de soepie. En dan pak ik mijn lepel even. Dit is mijn lepel. Grote hoef ik niet.
kom ook uit. Daar eet ik mijn soep altijd mee. Dus ik breng even mijn eten naar de tafel. Broodje erbij. Koffie erbij. Zo. Op naar beneden zakken. Ja, die stoel een keer naar beneden en omhoog. Ideaal. Dat, lieve vrienden, ik ga lekker eten. Ik ga eerst bidden voordat ik ga eten. En als de stoel wegzak, hoef ik mijn benen niet kwijt. Zo. Ik ga bidden en lekker eten. En ik zou zeggen, tot later vanavond. Geniet in ieder geval van jullie avond. En ik zal weer een afsluitertje maken. Hey, hallo kindertjes. Pas op, hè. Moet je nou eens kijken. Want dat haar op de stoel, nou, lijkt wel of ze haaruitval hebben. Maar in ieder geval, even weggooien. Zo. Dus ik sluit even af. En ik zie jullie vanavond later. Doei. Ja, lieve vrienden, de einde van de dag is weer aangebroken. Dus we gaan deze vlog ook weer sluiten. En ik hoop dat jullie ervan mogen genieten van deze vlog. En ik wens iedereen een gezegende nachtrust. En gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei dokies. Doei.